Dit wordt leuk. Ja. Dit wordt leuk. Oh. Hey. Rustig man, rustig. Rustig doen. Rustig. Oh, kijk uit. Zo heb ik tot Nelt op de schijn uitgekomen. Goed, joh. OC 4179 ook. 4179. Ja, dan mag u ook koppelen. Mag ik het laatste element, opgegeven element van de verdachte nog even open? Persoon, die had in ieder geval een kielerbuts en een rugzak op. En hij had ook een joggingbroek aan. Vraag of de heli misschien een idee is. Ja, de burgernet wordt nu ingelogd en daar gaat een ander werk aan. Hallo. Haal even je handen uit je zakken. Even je handen uit je zak halen. Even je telefoon ophangen. Politie, blijf staan of ik schiet! Blijf staan! Liggen! Liggen! 41. Mogen jullie de volgende rechts, ja? Notenbrok. Ja. Herstel, 41. Oosteinplein, Oosteinplein. Ja. Staan blijven! Staan blijven! Oosteen. Op de grond! Eén aanhouding! Collega's. Omdraaien, op je rug! Ja, want dit programma gaat stoppen aan het eind van het seizoen. Op 28 juni is de laatste uitzending. En wij hebben dat als presentatieteam gisteravond te horen gekregen. Het besluit is ook pas afgelopen week is dat gevallen. En op de een of andere manier, ja, we zitten kijken en niet echt op te wachten. Want u was er wel, maar niet meer zo heel veel. Ja. En dan houdt het dus een beetje op. Mooi. Laat de vormen. Hey, drop die beat. Ik moet je eens even luisteren. Jullie allemaal met het ding in je oren. En dat je tikken en dat je friemelt. Hé, kijk me even aan en laat me hier niet staan. Doe dat ding van je oren. Daar ben je niet mee geboren. Ik wil contact. Iets wat me pakt. Niet dat je tikken en dat je friemelt. Ik wil dat gevoel wat ik haat. Dus kijk eens in mijn ogen. Dan zie je de regenbogen. En kijk eens om je heen. Je bent echt niet alleen, hè? Stond dit filmpje in de dagtop 5 op nummer 1. Ja kinderen, soms heb je van die dagen dat je denkt, wat moet ik hier weer mee? Godverdomme! En wij gaan langs bij de eigenaar van deze auto. Want? Ik sta hier voor... Ja, de enige echte Jelle. Jelle, hoe is het met je? Ja, met mij goed. Ja, met de auto minder, maar met mij goed. Godverdomme! Wat is er precies gebeurd? Ja, ik was dus op weg naar mijn werk en op een gegeven moment kwamen er wat vlammetjes onder mijn dashboard uit. En fans hè, dat begint nu al. En toen kwamen er wat vlammetjes onder mijn dashboard uit en dat heb ik nog geprobeerd te blussen met een flesje cassis. Ik denk, nou ja, die had ik toevallig bij me. Ik denk, dan kan ik door naar mijn werk. En dan allemaal prima, laat ik hem daar afslepen. Maar ja, dat heb ik nooit gehaald. En laten we de brandweer maar eens bellen. Ja, nou, die hebben we gebeld en daarna dacht ik, ja, wat gaan we nu doen? Ik sta hier toch. Ik denk, nou ja... Laat maar eens mensen gaan vervelen met saaie filmpjes. Ja kinderen, soms heb je van die dagen dat je denkt, wat moet ik hier weer mee? Godverdomme! Ja, je kan ook een beetje gaan zitten en een beetje huilen, maar daar schiet je ook niks mee op. Ik denk, ja, filmen. En je auto nu? Hoe ziet die eruit? Hoe gaat het ermee? Nou, ik heb het nog geprobeerd met een lakstiftje van de Action, maar je blijft het wel zien. Ben je goed verzekerd? Nee. Nee, dit gaat echt alleen maar geld kosten. Dit. Godverdomme! Toen kwam het op Dumpert en toen?
Ja, het was echt wat gekhuis. Het is echt, echt niet normaal. Nee, kijk, ik had een paar kudeltjes verwacht of zo, maar dit is echt, ik ga gewoon viraal. Hey. Ja, echt party, dat is echt, gekhuis. Nummer 1. Hey! He's on fire! Ja, sowieso. Soms heb je van die dagen dat je denkt, wat moet ik hier weer mee? Godverdomme! Heb jij ook misschien nog tips voor alle zure azijnmensjes om zo positief in het leven te staan? Ja, altijd blijven lachen, wat er ook gebeurt. Ja, dat sowieso. Kijk, weet je, als je gaat lopen janken om een blikje van 500 euro, ja, dan heb je echt een kutleven. Ja, moet niet willen. Godverdomme! Het topreageurs met echt heel veel likes, die was van Fred de Beffert. En die zegt, met hem zou ik wel een biertje in een kroeg willen drinken. Ja, dat kan. Dat is geen probleem. Ik kom naar het mooie dieren. En er zijn 3 kroegen, dus je hebt me snel gevonden, denk ik, op de vrijdagavond. Wees welkom. Wat lief. Al denk ik dat Bert zijn zolderkamer niet af durft te komen, dus zullen wij dan maar een biertje drinken. Ja, ik ben sowieso voorstander. Ja, bier is altijd goed. Laten wij dan maar een biertje drinken. Op het mooie weer en op de nieuwe auto, hè? Ja, precies. En op heel veel jaloerse vrienden ook, echt. Dat wil je niet weten. Zo, gaat ook lekker. Het is een jongen. Ja, hij spuit. Ja. Ik moet zeggen, Sil, het is net alsof ik in de spiegel kijk. Ja. Ja, dat snap ik wel. Ja. We gaan zuipen. Ja, sowieso. Gaan we zuipen? Die kant op. Ga mee, Sil.